One ticket, please. Maar om de interesse op te wekken voor iets waar je niet verbonden mee voelt, dat gebeurt eigenlijk nauwelijks. En als je in die zin een beetje zou kunnen terugstappen om naar een iets breder, perspectief naar een bepaald onderwerp te kijken, of een bepaalde situatie, dan zou het je misschien opvallen. En in die zin is het ook geen aanval ook op heteroseksuele mensen of de mensen of de maatschappij wat dat betreft of de samenleving. Want sommige dingen die hebben we als normaal hebben die ervaren. Maar je wil wel dat er iets verandert. Ja. Dus het is geen aanval, maar je wil wel dat er iets verandert, hè? Ja, dat is natuurlijk een beetje de, de challenge ook wel, denk ik. Dat om in gesprek te gaan en om in onderzoek te gaan, om te kijken wat je dan kan veranderen. En dat blijft altijd... Blijft spannend. Blijft spannend. Dat is eigenlijk wat je... Ja. Oké. Okay. Ja, mensen maar, kunnen... Ik snap ook wel, het wordt aanval gebruikt. Mm-hmm. Want het doet wat met je zelfbeeld. Mm. Want je wilt het liefst gezien worden als iemand die inclusief denkt en handelt. Klopt. Op het moment dat je zegt van, hey, ik ben eigenlijk een groep vergeten te zien. Mm-hmm. Dat doet toch wel pijn. Dus vandaar die weerstand vaak. Ja, precies. Maar het is ook, tenminste waar ik heel vaak achter kom. Ik bedoel, ik ben van Turkse komaf. Maar als je dan bijvoorbeeld zegt van, ja, maar ik voel me daar niet in gezien. Of je hoort mijn stem daar niet in. Dat mensen dan zoiets hebben van, oh, ik heb iets verkeerd gedaan. Mm-hmm. En volgens mij zit daar het grootste probleem. In plaats van, het is vaak niet dat ze niet willen veranderen. Maar meer zo van, je geeft de schuld aan mij. En vooral als je het woord racistisch gebruikt, is het helemaal het hek van de dam of zo. Mm-hmm. Maar ik vroeg me af bij jullie, en natuurlijk ook bij jou ook bijvoorbeeld, Raisa. Jij zegt dus lesbisch, hè? Mm-hmm. Was het voor jou makkelijk om ervoor uit te komen dat je lesbisch was? Of hoe lang wist je het? Nou, de grap is, ik had er laatst over met mijn partner, maar ook met mijn moeder, dat het naarmate ik ouder word, ik het steeds moeilijker ga vinden. Ja, ik zal het even uitleggen. Leg het eens uit, ja. Ik was een jaar of 16 toen ik uit de kast kwam, hoe ze het zeg maar noemen. Als eerste bij mijn moeder, vervolgens bij vrienden. En het was eigenlijk een feestje in de zin van mijn vrienden die voelden zich echt vereerd. Van oké, ze heeft het ons eindelijk verteld, want ze wist het al lang. Hmm. En het mooie wat ik eigenlijk vind van destijds is dat de ouders van mijn vrienden ook altijd zeiden van vraag haar maar niks. Ze heeft daar ruimte nodig en wanneer ze er ready voor is, komt ze het zelf wel vertellen. Oh, dus iedereen was echt heel erg zorgzaam. En ja, dus die beginperiode was heel fijn. Ik kan ook niet zeggen dat ik gepest ben op school. Ik was door middelbare school al uit de kast. Mijn vrienden waren ook van, als je geen partner hebt, dan ga je met mij naar het bal. Weet je wel, dat soort dingen. Dus ja, maar naarmate je ouder wordt, kom je bepaalde dingen tegen. En dan merk je opeens van, oké, maar ik sta toch wel op een andere positie in de samenleving. Je herkent je op een gegeven moment niet in een bepaalde series op tv. Mm-hmm. Daar begint het bij. Vervolgens ga je naar verhuizen naar Amsterdam. En dan komen er allerlei andere dingen op je pad waarvan je merkt van oké, ik sta toch op een andere plek in de samenleving waar ik niet wil staan. Ja. Bijvoorbeeld als je een partner krijgt. Kijk, reizen hou ik van. Was nooit echt een probleem. In mijn achterhoofd hield ik er wel rekening mee van oké, bepaalde plekken. In totaal 77 plekken, als ik het goed heb, is het gewoon strafbaar. 77 plekken op de wereld, is het strafbaar om lesbisch te zijn? De laatste keer dat ik online heb gekeken is een jaar of twee of drie terug. En toen was het nog 77 plekken. Dat je dus of de doodstraf kan krijgen, of een lange gevangenisstraf, of een iets kortere tussen de 1 à 2 jaar. Maar dan nog, in feite zeg je dat ik als persoon dus een straf bega puur om van wie ik hou. Ja. En als je daar wat jonger bent, dan hou je daar wel rekening mee, maar op een andere manier. Ik ging vooral reizen met mijn moeder. Dat is veilig, dat is safe. Ik ben naar verschillende landen geweest waarbij het strafbaar was. Maar nu heb ik een partner. En dan wordt het een heel ander verhaal. Ja. En de laatste keer dat wij gingen reizen naar een land waar de strafbaar was Qatar. En, althans, we gingen naar Bali, maar we gingen door Qatar. En ja, ik ging dus van tevoren googlen om te kijken van, is het strafbaar? Hmm. Hoe zit dat? En toen las ik een verhaal dat twee homoseksuele mannen uit de vliegtuig zijn gehaald. Ja. Dus ik dacht van, wow, hoe gaan wij dat doen? Dus ik heb op het moment dat we aankwamen bij Schiphol gevraagd van, we vlogen met een Arabische airline, van oké, loop ik een risico?
En toen was het van, ja, je kan beter maar niks laten zien qua affectie naar elkaar toe in het vliegtuig. En mijn moeder die stond er ook bij om ons uit te zwaaien. En dan zie ik al dat zweet op haar hoofd. En ik kijk naar mijn partner en ik weet dat zij het ook lastig vindt om mij dan niet aan te raken. Maar ik denk dan ook weer een stap verder. Wat als wij kinderen hebben dadelijk? Want wij hebben een kinderwens met Gods wil. Moet ik dan tegen mijn eigen kinderen gaan zeggen van, oké, maar noem maar even geen mama, noem maar tante. Ah, mijn hart breekt als ik daar al aan moet aan denken. Dat ik op die manier mijn kinderen moet gaan beschermen. En daarom zeg ik, het wordt, naarmate ik ouder word, lastiger. Ja, dat snap ik, ja. Nu begrijp ik je gedachtegang ook veel beter erin. Ja. Ik denk dat heel veel mensen hier niet eens over nadenken hoe moeilijk dit is. Mm. Weet je, want dit zijn echt wel de dingen waar je tegenaan. Love almost everybody's there.